Rachel en Roxanne Hazes naderen elkaar voorzichtig in de erfeniskwestie, stelt het programma Shownieuws. We spraken kamp Rox en kamp Rachel en er lijkt gewoon heel goed nieuws te zijn. Na de vernietigende kroketzaak kreeg Rachel Hazes deze week de genadeklap van de rechtbank in Utrecht. Die heeft namelijk bevestigd dat de kassajuffrouw van het Hazes Imperium inderdaad een nep-erfgename is, zoals haar dochter Roxanne Hazes al vermoedde. Betalen pannenkoek, zouden de typetjes van Torenzee roepen. Het zou zomaar kunnen dat Rachel onterecht steen en steenrijk is geworden met het uitknijpen van de nalatenschap van wijlen André Hazes. Haar kinderen André junior en Roxanne zijn al die jaren behoorlijk onderbedeeld en om dat mogelijk te corrigeren moet Rachel een heuse bodemprocedure in worden getrokken. Kennelijk kiest Rachel eieren voor haar geld, want volgens Shownieuws is er een opvallende ontwikkeling in deze zaak. Het is al maanden echt lelijk. Hart tegen hart. De een scheldt de ander uit. Je denkt eigenlijk, komt het ooit nog goed? Nou, we hebben vandaag met alle partijen in deze netelige erfeniskwestiezaak gesproken, zegt Bart Ettenkoven. Bart stelt dat dat iets bemoedigends heeft opgeleverd. We hebben kamp Rox en kamp Rachel gesproken, en er lijkt gewoon heel goed nieuws te zijn. Wat dan? Collega Natasha Harlequin, ja, ik kijk blij, want er is een update in de zaak Hazes. Het gaat wel echt de goede kant op. Shownieuws heeft beide advocaten gesproken en ze geven aan, we willen wel met elkaar in gesprek en ook op korte termijn. Op korte termijn is er een staakt het vuren afgesproken, weet Natasha. De adviseur van Rox heeft aangegeven, ik wacht nog even met die bodemprocedure, we willen graag weer in contact komen. Er is nog wat gesteggel over welke plaats en wanneer en hoe dat vormgegeven moet worden, maar ik heb het idee dat het wel goed zou kunnen komen. Ze besluit, we hebben natuurlijk ook Royce gesproken, de advocaat van Rachel, en die geeft aan dat hij het liefst alles buiten de camera's en media wil oplossen. Hij geeft aan, zal zich ervoor inzetten, komt goed. De kans dat Rachel en Roxanne eruit komen is natuurlijk niet heel groot, want de toga-verslaving van Rachel is berucht en ze is behoorlijk op haar centen. Zo heeft ze ook een heel juridisch circus opgetuigd omdat ze vindt dat haar vroegere beste vriendin, die haar redde na haar zelfmoordpoging, niet genoeg huur betaalt. En dat gaat echt om veel minder geld. Mediajournalist Mark Koster gunt de show Biz Media dat het gewoon tot een bodemprocedure komt, schrijft hij op Twitter. Een bodemprocedure is immers synoniem voor een jarenlange vervolgzaak vol met lekken en tegenlekken en verhalen met hele, halve en valse waarheden. Wil je meer van deze video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal en like deze video. Tot later!